Goedemiddag, welkom iedereen op de persconferentie voor de wedstrijd KGent-Antwerp. Zijn jullie er klaar voor? Dan geef ik u graag het woord. Niet vechten, hè. En hoe is het met de geblesseerden? Ja, vrij goed zou ik zeggen. Hè. We hebben een iets langere periode nu gehad na de laatste match. Tot zondag. Dus ik denk dat we wat dat betreft wat vooruitgang zien. Vadis en De Poitre die hebben al een tijdje, nu sinds het weekend, beginnen trainen op het veld. Weliswaar met kleine groepjes, omdat wij aan het spelen waren natuurlijk. Maar die hebben vandaag voor de eerste keer met de grote groep meegetraind. Dus voor het dan nu een beetje afwachten naar morgen toe, om te zien of dat allemaal goed verlopen is. En dan ook weer zien wat morgen brengt en hoe dat verloopt. En dan zien we wel wat we daarmee doen. Al de kleine kneusjes die er waren na Charleroi lijken ook allemaal weer terug. Zo goed als achter de rug te zijn. Dus ja, ik denk dat we over een iets fittere selectie en ruimere selectie kunnen beschikken dan voor de wedstrijd tegen alle wedstrijden die we eigenlijk al gespeeld hebben. Ja, maar dat betekent dat op dit moment Vadis en Laurent in aanmerking komen voor zondag. Goh ja, wat is in aanmerking komen? Hè? We gaan moeten zien, we gaan afwegen morgen of we ze bij de selectie pakken of niet. Hè? Dat is een vraag waar we toch nog eens gaan goed over nadenken, omdat je toch jongens zijn die een tijdje zijn uit geweest. Dus dat staat nog niet 100% vast dat wij ze daar al zullen bijpakken of niet. Het verschil tussen Antwerpen en Gent is op dit moment 7 punten in het klassement. Is dat een realistische weergave van het kwaliteitsverschil tussen die twee ploegen? Dat maakt niet uit. In C maakt dat niet uit. Punten zijn wat ze zijn en het zijn de punten die tellen. Dus voilà. Zo simpel is het. Hè. Wie bovenaan staat, die hebben het best gedaan. En wie onderaan staat, die gaan het slechtst gedaan hebben wellicht. Hè. Dus wij staan momenteel bovenaan. Play-off 2. Dus voilà. Ons doel was 4 en we staan op 5. Dus er is nog wat werk te doen. Hè. Kan je zeggen dat bij Antwerp er een aspect zit waar jullie moeite mee hebben? Je hebt het vaak gehad over controle over een wedstrijd als het wat moeilijker gaat. Ja, Antwerp lijkt daar wel een beetje specialist in, van ook wedstrijden waarin ze eventueel zelfs momenten of hele delen moeilijk hebben onderliggen, om die toch over de streep te trekken. Ja, ik moet de rekening van Antwerpen niet maken. Hè. Wat zij goed doen of niet goed doen, dat is hun zaak. Zij hebben hun punten, dat is duidelijk. Dus ja, daar zal wel een idee achter zitten en een hele filosofie en kwaliteiten achter zitten. Anders haal je niet zoveel punten. Dus wat dat betreft had ik uiteraard graag in hun plaats gestaan met 7 punten meer. En dan als je ons volgt, zou je kunnen zeggen, ja, dat had gekund. Dat had inderdaad gekund, maar ja, het is niet zo. Dus het is altijd de realiteit die je voor ogen moet houden en niet leven van als en indien. Nou, daar ben je niks mee. Dus de realiteit zegt dat wij 5e staan met 5 punten achter op Anderlecht en 7 op Antwerp. Zo simpel is het. Ben je het ermee eens dat dit een week wordt die het verdere seizoen van Agent gaat bepalen? Ik denk dat we de weken al gehad hebben die het seizoen van Agent hadden kunnen bepalen. Hè. De start van januari was nu niet onmiddellijk de moeilijkste. Oké, met alle respect natuurlijk, verplaatsing naar Charleroi is nooit makkelijk. Maar ook zij misten wel een paar key players. Maar oké, door omstandigheden is dat voor ons, moeilijk geweest. Hebben we daar punten laten liggen in die 3 matchen, wat we eigenlijk niet hadden moeten doen. Maar we wisten natuurlijk dat we in die januari-periode zelf met wat problemen gingen te maken hebben. Dat wisten we. En dat is ook gebleken.
Dus ja, nu gaan we een periode die normaal vooraf aangeduid stond als een moeilijke periode. Als we daar nu de reddingsperiode gaan van maken, dat is eigenlijk een beetje de zaken volledig omkeren. Hè. Dus matchen tegen Antwerpen, Brugge, ja, dat zijn geen cadeaus. Dat zijn de ploegen die bovenaan staan. Dus dat zijn niet de makkelijkste wedstrijden, maar oké. Ze moeten allemaal gespeeld worden. En we hebben in het verleden ook al bewezen dat we daar tegen ook wel iets kunnen. Dus ja, laat ze ons maar eerst spelen en dan zullen we wel zien waar we staan na die periode. We zitten nog altijd niet in de periode waar we iedereen terug gerecupereerd hebben. Hè. Dus dat is ook nog niet voorbij. Dus er komen nog een paar matchen. 1, 2, 3 misschien zelfs. Tegen dat we iedereen terug hebben. Het einde van de transfer deadline is in zicht. Ja, begin je een beetje ongerust te worden? Nee, ik ben nooit ongerust. Ik ben zelfs heel rustig daarin. Ik laat gewoon de dingen op mij afkomen zoals ze zijn. Zijn er jongens die vertrekken? Oké. Okay. Zijn er jongens die erbij komen? Ook oké. Okay. En gebeurt er niks? Ook oké. Okay. Dus ja, wat kan je? Je kan er niks aan veranderen. Dus uiteindelijk gaan wij zien na 31 januari hoe de situatie is. Wat de groep is die aanwezig is en gaan we proberen met die mannen de doelstellingen te halen die wij vooropgesteld hebben. Georgi Chakvetadzen is intussen uitgeleend. Is dat, zie je dat zelf als een goede zaak voor hem? Bah, ik hoop voor hem dat het een goede zaak is. Hè. Want uiteindelijk was het toch hetgeen waar hij naar uitkeek. Dus ja, laten we dan hopen dat dat echt de wissel is voor hem. Die er zal voor zorgen dat hij zijn kwaliteiten ten volle kan laten zien. Dus ja, ik denk dat het de beste oplossing was voor iedereen. Vooral voor hem, omdat het voor hem een beetje een uitgemaakte zaak al was. Dat hij absoluut een nieuwe uitdaging wou. Dus ja, die is er nu. Dus hopen we allemaal dat hij het daar goed doet. In de eerste plaats voor hemzelf. Dat hij terug plezier vindt in het voetbal. Zich kan uitleven. Voilà. Was het nodig dat hij vertrok? Ik denk dat voor hem absoluut nodig was. Ik denk dat hij het na al zijn problemen die hij hier gekend heeft, in heel zijn periode eigenlijk, eigenlijk nood had aan een nieuwe uitdaging. Ja. Dat is duidelijk. Ook al probeerden we dan met mondjesmaat van hem terug erbij te krijgen, maar dat lukte ook maar met mondjesmaat. Dus ja, ik denk dat hij gewoon altijd in zijn hoofd had van oké, het wordt tijd dat ik eens iets anders kan, nieuwe lucht opsnuiven en daar weer met een blanco lei beginnen. En voilà, dat is nu zo. Dus het is aan hem nu om dat ook te laten zien. Okay. Hein, zie je dat zelf als een nederlaag? Is misschien een groot woord, maar dat is toch een talent waar dat je weinig van kunnen profiteren hebt eigenlijk. Hè. Ja, ik niet, Torup niet, Boleuni niet, Van der Hagen niet, want hij was hier ook al. Hij was hier al in mijn eerste periode. Dus dat heeft er niemand echt kunnen van profiteren. Hè. Hij heeft goede dingen laten zien, mondjesmaat. Uiteindelijk, dat woord moet ik telkens herhalen. Hij heeft dan wel tegenslag gehad dat hij een paar serieuze blessures gehad heeft ook. Maar kijk, voilà, voorlopig heeft daar niemand het maximum kunnen uithalen. Hè. Dus ja, laat ze het nu maar een keer in Duitsland proberen. Hè. Jouw keeper, die mag niet weg, maar die heeft ook nog geen nieuw contract. En er is wel interesse voor hem. Speelt dat? Is dat moeilijk om hem in doel te houden als zoiets speelt? Ik ga er geen commentaar op geven. Uiteindelijk zit je in transferperiodes. En in transferperiodes is het altijd moeilijk. Hè? Maar dingen die niet gebeurd zijn of die niet staan te gebeuren of om te even wat, daar kan ik ook geen commentaar over geven. Dus het is nu eenmaal zo, iedere keer als transferperiode is en er is interesse voor bepaalde jongens, ja, dan zorgt dat voor wat onaangename momenten. De een wil dat, de ander wil dat, de derde wil dat. Je hebt altijd drie partijen.
Dus ja, je kan daar niet zinnigs over vertellen uiteindelijk. Dat is niet gemakkelijk om daar commentaar op te geven. Dat is ook niet aan mij om daar commentaar op te geven. Nee, maar je laat wel bij Zoes op de bank, omdat er daar ook iets speelt. Dus... Ja, maar iedereen is daar anders in. Hè? Iedere persoon is daar anders in. Dus ik kijk alleen naar hoe mijn spelers voor de dag komen. Hoe ik ze zie iedere dag, hoe ik ze op training zie. En dat maakt voor mij de keuzes uit naar het weekend toe. Voilà. Dus je kan case per case niet gaan vergelijken. Alle situaties zijn anders. Voor sommige jongens verandert dat niks aan hun manier van zijn. En voor anderen, ja, die zijn er veel meer mee bezig. En dat creëert veel meer problemen. Dus het is aan ons om daar ook proberen op de juiste manier mee om te gaan. Maar het is wel zo dat je Bezos ook liever niet ziet gaan. Allee. Kijk, ik heb daar ook niks aan te zeggen. Hè. Uiteindelijk, de situatie is wat ze is. Wat is er van mogelijkheden? Wat zijn de opties? Wat staat er tegenover? Dat zullen we zien. Hè. Dus als er jongens zijn die vertrekken, ik heb het daarnet gezegd, is dat oké voor mij. Als er jongens zijn die hier blijven, is dat ook oké. Dus ik kan daar weinig over zeggen. Je kijkt toch naar de samenstelling van jouw kern en hoeveel spelers dat je hebt voor elke positie om te bepalen wat of wat niet kan. Ik denk dat we een grote groep hebben. Hè. Ik denk dat er niet te veel op bepaalde posities niet mogen vertrekken. En als ze vertrekken en je staat er heel dunnetjes, ja, dan moet er iets bij komen. Zo simpel is het. Maar er zijn posities waar er wel jongens kunnen vertrekken, waar we wel voldoende voorlopen hebben. Dus wat dat betreft proberen wij een juiste analyse te maken. Ik heb het in het begin al gezegd dat wij met een onevenwicht zaten in onze kern. Dus ja, we gaan proberen om als er iets gebeurt, op zijn minst te zorgen dat het niet nog onevenwichtiger wordt. Bayo die heeft bij Charleroi meer gedaan dan bij Gent, namelijk een goal maken. Voor het overige ga ik er niets over zeggen, maar hoe verklaar je dat eigenlijk? Want we hebben die jongen hier eigenlijk niet veel zien. Ja, maar ik heb dat allemaal uitgelegd, hè. Bouw is gekomen hier omdat we schrik hadden dat de Poitre niet ging fit zijn en dat we overwogen om met twee spitsen te gaan spelen. En dan was hij voor ons een optie. Maar oké, wat bleek, de Poitre was plotseling springlevend, van heel vroeg al. Dus ja, hebben wij gewoon met onze targetspits blijven spelen en met jongens in steun. Dus ja, jammer voor Bayo, maar dan was de Poitre in die rol sterker dan hij was. Maar dat wil niet zeggen dat Facon Bayo geen goede spits is. Dus dat zal hij nu, is hij nu aan het bewijzen en zal hij in de toekomst misschien nog laten zien. Dus, dan had je hem toch kunnen houden ook. Wat liefst nu? Dan had je hem ook kunnen houden. Nee, want we spelen met de Poitre, dus we spelen niet met twee spitsen. Dus als de Poitre fit is en fit blijft, wat nu alle schijn heeft, ja, dan heeft het geen zin om hier jongens te houden die ooit gaan spelen. Dus dat was de goede oplossing ook om hem te laten gaan en te laten zien dat hij wat in zijn marge heeft. Is er een kans dat een Bojo nog bij de kern komt? Ik weet dat niet. Ja. We zullen dat zien in de toekomst. Goedemiddag. Eerder deze week zei je dat je op dit moment eerder een offensief probleem hebt of toch eerder meer noodzaak hebt aan een offensieve versterking. Maar nu blijkt dat jullie toch eventueel een centrale verdediger bij zouden nemen. Verwacht je dan toch ook nog die offensieve versterking? Of? Dat zullen we zien. Ik kan daar niks over zeggen, hè. Ik kan niks zeggen zolang de feiten niet rond zijn. Als er iets bij komt, oké, dan ga ik u daar de nodige commentaar over geven. Als er niks bij komt, ja, na de transferperiode, wil ik u daar ook de nodige commentaar aan toevoegen. Maar voor het moment zijn we nog niet aan het einde van onze transferperiode, dus kan ik daar niks over zeggen. Maar je zou eventueel wel kunnen aangeven van kijk, ik heb wel die offensieve versterking effectief gemaakt. Alles wat ik aangeef, dat doe ik intern. Mm-hmm. Tegen Antwerpen heb je natuurlijk wel een ploeg die heel graag vanuit het duel speelt. Ze hebben daar ook de jongens voor. Heb je daar voldoende jongens die daar dan het tegengewicht kunnen geven? Ik weet niet of de Antwerpen een ploeg is die graag vanuit het duel speelt. Dat is een vaststelling die jij doet. Ja, ik heb er misschien een ander zicht op, maar hoe Antwerpen ook speelt, ik denk dat wij de middelen hebben om tegen Antwerpen ook voor de dag te komen. Dat hebben we trouwens kinderen al bewezen, denk ik, zelfs met 10. Dus wat dat betreft,
Ja, oké. Okay. Er stonden een aantal andere jongens misschien op het veld die er nu niet bij zijn. Maar ja, dan gaan de anderen dat wel invullen. Hein, er gaat weer volk in het stadion zitten. Hebben jullie daar last van gehad? Dat jullie volk hebben we geen last gehad. Nee, dat er waren. Geen volk was. Ja. Natuurlijk, ja. Maar ja, ik ben niet alleen. Hè. Iedereen zal dat zeggen. Dus het is gewoon zo, voetbal zonder volk. Ja, dat klopt. Ik moet wel zeggen dat ik ferm verschoten was de eerste keer. Dat je zo terug in het stadion hier kwam, vooral hier, de thuismatch dan. Als je tegen Kortrijk hier het veld opkomt en goh, er is hier nu niemand. Ik moet zeggen, toen ik vorig jaar in december hier aankwam, ja, dan was je daarop voorbereid. Want dat was al zo'n tijdje gaande. Maar nu zo plotseling van volk naar weer niks meer. Ja, dat deed echt heel raar. Ik vond het heel raar voor de match zo. Dus ik ben heel blij dat ze terug zijn. De mensen zelf gaan ook heel blij zijn. Dus ik denk dat dat ook een meerwaarde is voor het spektakel. Ik denk dat je en zeker in die beginperiode waar je moet spelen zonder volk. Ik denk moest je het alle matchen gaan bekijken die zijn gespeeld. Nu die eerste zonder volk terug. Ik denk dat je percentsgewijs veel minder spektakel gehad gekregen hebben dan de wedstrijden die met publiek gespeeld werden. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben overtuigd dat een Union A-agent veel spectaculairder ging zijn met publiek. Charleroi A-agent veel spectaculairder ging zijn met publiek. Club Brugge Union met publiek veel spectaculairder ging zijn. En ik kan er zo nog een hele reeks op noemen van matchen die gewoon het publiek missen om te zorgen voor meer drive, meer spektakel, meer emotie op het veld en allemaal ook. Dus ja, het zal goed zijn denk ik voor iedereen dat het publiek terug is. En merkte je dat bijvoorbeeld tegen Kortrijk aan jouw spelers ook dat er daar iets minder in zat? Maar kijk, een ploeg kan je ook pushen. Hè. Als je ziet, nu zoals tegen Oostende, ja, we hebben 70% balbezit gehad. We hebben geduwd, we hebben van alles gedaan. Op het moment dat je 1-2 kansen naar elkaar creëert, ja, als dan publiek daar zit, ja, dan gaan die ook iets creëren, waardoor dat de tegenstander misschien nog meer onder indruk gaat zijn, al eens de steek laat vallen. Makkelijker dan in een leeg stadion. Dus ja, het is ook wel gebleken. Hè. Vooral voor de thuisploegen is publiek zorgt gewoon voor meer punten. Puur alleen als je kijkt de periodes zonder publiek waren er veel meer uitoverwinningen, veel meer punten gepakt buitenshuis dan thuis. Oké, en dan kan je wel zeggen, ja, beïnvloeding van niet alleen de tegenstander, misschien ook de referees die beïnvloed worden door het thuispubliek. Maar gewoon alleen het feit dat je eigen ploeg gepusht wordt door je eigen publiek, zorgt voor mij gewoon al voor meer punten thuis. Dus ja, ik kijk er absoluut naar uit om terug voor publiek te spelen. Zijn er afspraken eigenlijk met de jongens die in Afrika zijn, in de zin van als zij uitgeschakeld zijn, dat zij daags nadien al terugkeren? Of kan dat niet zo snel? Nou ja, 48 uur normaal. Hè. Jongens die niet in Europa spelen, die hebben 48 uur de tijd om terug te zijn na hun laatste partij. Dus ja, dat is wat wij ook verwachten uiteindelijk. De officiële timing die daarop gezet is. Vind je dat realistisch als iemand van die jongens de Afrika Cup zou winnen? Dat ze hier dan achter 48 uur weer terugstaan? Ja, ik vind dat realistisch. Ja. Nee, ik vind dat gewoon realistisch, ja. In 48 uur kan er al het een en het ander gebeuren, dat is één. En twee, ja, je hebt al de uitzonderingsmaatregel waarbij zij mogen spelen op het moment dat jouw club aan het voetballen is. Jouw club die je eigenlijk betaalt iedere maand. Ja, dan vind ik dat ook maar absoluut realistisch dat je dan ook je houdt aan de afspraken. En dat is 48 uur later. Moet je er terug zijn om voor je club te spelen die jou betaalt iedere maand. Dus zo simpel is het. Welke impact denk je dat gaat hebben op die spelers? Want ja, de situatie is verschillend. Gadeu speelt thuis in Kameroen. Dat brengt wat teweeg. Tissou Dali zit dan in een andere situatie. Die heeft nog niet veel gespeeld. Die komt misschien fris terug. Ja, hoe schat je die situatie van de jongens in? Dat is allemaal individueel. Dat weet je niet. Geval per geval bekijken. Mike heeft het voordeel dat hij thuis is. Dat zij wellicht al een keer een dag vrij krijgen misschien.
om ook familie te zien en zo meer. Voor die andere jongens die ver van huis zitten, is dat een stuk moeilijker. Hè? Ja. Dus ja, het is niet altijd een nadeel om in je eigen land te spelen. Dan gebeurt het wel echt al eens dat je eens je mensen kan zien daar. Dus, en voor de rest is het in ieder geval apart bekijken. Wie heeft veel gespeeld, wie heeft niet veel gespeeld. Ja, zien in welke mood ze terugkeren ook. Hè. Want het zal natuurlijk wel voor sommigen dan de knop omdraaien zijn. Ook al hebben ze dan succes of net niet. Want als je een finale verliest of zo, ja, dan is dat ook even een domper. Hè. Dus dan moet je ook al weer heel snel die knop kunnen omdraaien om weer op een ander front te gaan strijden. Gelukkig zijn die mannen dat gewoon. Hè. We strijden al een heel jaar op 3 fronten. Hè. Dat zijn er nu 4 voor hen. Dus ze zijn wel gewoon van te schakelen. Jullie hebben in het verleden, de fijne voorbije 2 jaar, zeg maar, momenten gehad dat dat mes eigenlijk op de keel stond. Ik denk aan het einde van vorige competitie, waar de laatste speeldag absoluut moest gewonnen worden. In de play-offs hetzelfde verhaal, die laatste 4 die moesten gewonnen worden. Ja, jullie zijn ook nu teruggekomen. Is dat iets wat je gebruikt naar je groep toe, van die voorbeelden die er in het verleden geweest zijn? Dat waren luxe situaties. Ja. Omdat je nog speelde voor iets. Als we terugkijken naar het begin van vorig jaar, waren er ook momenten waar dat niet liep en niet goed was. Dat waren heel luxe situaties, want daar stond je absoluut onderaan. Was er van alles te doen, ruzie langs alle kanten en problemen langs alle kanten. Dat waren heel andere situaties. En voor hetzelfde geld had je gewoon die luxe situaties niet meer gehad. Was het gewoon een rampjaar geweest. Uiteindelijk hebben we nog gezorgd voor luxe situaties. Door uiteindelijk ons nog te plaatsen voor die play-off 2 en die zelfs nog te winnen ook. Waardoor dat we nu, na nieuwjaar, zelfs nog 8e finale in Europa gaan spelen. Dus we zitten nog altijd in luxe situaties. We spelen halve finale van de beker, we spelen inderdaad in Europa. En in de competitie staan we weliswaar op een afstand, maar staan we 5e. Dat is geen 13e niet meer of 12e niet meer. Maar oké. Het is natuurlijk het moment, zou ik zeggen, om te zorgen dat wij in die luxe positie blijven. Dat we kunnen blijven strijden tot de competitie op zijn einde loopt. Om daar nog te zeggen van kijk, we hebben nog altijd kans op die eerste 4. En als we daarin slagen, ja, dan hebben we gewoon een heel goed parcours afgelegd. Want dat zou betekenen dat we op quasi alle fronten waar we voor streden, ja, bijna onze target behaald hebben. Maar het is wel mes op de keel nu, die wedstrijden tegen Antwerpen. Het is iedere week mes op de keel. Hè. Tegen Kortrijk was ook mes op de keel. Tegen Oostende is het ook mes op de keel. We hebben geluk gehad misschien dat al die anderen ook punten hebben laten liggen. Hè. Hadden ze allemaal nu al het maximum gehaald, ja, dan was er een kloof van 10, 12 punten misschien. Ja, dan was het wellicht over geweest. Maar ook zij laten punten liggen. Dus wat dat betreft blijven wij gelukkig in de race. En oké, er komt ooit een dag, denk ik, dat iedereen weer terug inzetbaar zal zijn bij ons. En ik hoop dat we dat dan ook voelen op het veld, dat een merkelijk verschil zal brengen. En wie weet zijn we dan weer klaar om misschien weer eens een reeks neer te zetten zoals we eind 2021 gedaan hebben. Maar als je de kwaliteit van alle ploegen die daar momenteel voor strijden bekijkt, dan vind je het realistisch dat Agent in die top 4 kan geraken nog? Ik zal het anders zeggen. Hadden wij de luxe gehad om altijd met dezelfde jongens te kunnen blijven spelen, zoals bepaalde ploegen dat een beetje hebben, ja, dan hadden we wellicht een stuk dichter gestaan dan waar we nu staan. Maar oké, ja, dat is de luxe die Union heeft gekend, Club Brugge, Antwerp. Weinig afwezigen. Die luxe hebben wij niet gehad. Ik herinner mij september waar wij ook een aantal weken met 10 afwezigen zijn moeten doorkomen. Dus dat is veel. Gelukkig daarna is het dan iets stabieler gebleven. Ook niet vergeten dat wij al die matchen ook hebben gespeeld. Hè. Union heeft dat niet gedaan. Anderlecht heeft dat ook niet gedaan. Oké, Antwerp wel, maar... Dus ja, moesten we nu van nu tot het eind van het seizoen zeggen iedereen bij ons is aanwezig en iedereen is fit,
ja, dan denk ik gaan we er dichtbij zijn. Maar als we natuurlijk nu nog even moeten wachten op een aantal, als er nu nog zouden jongens zijn die weer voor een tijd zouden uitvallen, ja, dan voel je dat ook. Hè. Dan moet je niet flauw over doen. Hè. Bedankt, Tijn. Alsjeblieft.